Hoewel Killzone 3 nog lang niet uit is, zitten wij al in de closed beta. Sterker nog, we hebben de hele dag zitten spelen. En we gaan je er alles over vertellen. We hebben de hele dag Killzone 3 multiplayer gespeeld. Hoe laat was jij er? Rond een uur of 10, 11? Ik geloof, het is nu 8:30 inmiddels. De hele dag Killzone 3 gespeeld. Wat vind je ervan? Hij is vet. Nou, het is gewoon weer echt een Killzone game. Het is lekker snel, het is mooi, het is, de sfeer is gewoon goed. Het is gewoon uber vet. Het voelt echt typisch aan als Killzone, maar welke klasse heb jij nou gespeeld? Dus je hebt er geloof ik 5, je hebt Marksman, Engineer-achtige klasse, je hebt... Welke heb jij gespeeld? Vandaag heb ik het meest Engineer gespeeld. Wat vind je daar leuk aan? Nou, het is gewoon leuk omdat je bots kan activeren. Bots? Bots in een multiplayer game. Ik bedoel, ik heb Killzone 2 niet gespeeld, dus ja. Online. Wel de singleplayer niet online. Wat doen bots in een multiplayer game? Nou, het is gewoon gratis kills, man. Je zet hem gewoon aan. Ja? Ja. En ondertussen kan jij gewoon de hele map doorrennen en ze killen gewoon voor je op dezelfde plek. Een soort turrets? Ja, het zijn gewoon turrets. Oké. Dat klinkt inderdaad als gratis kills. Maar die engineerklasse, wat doe je precies? Nou, in principe ren je een beetje in het rond en je repareert bijvoorbeeld kapotte ammunitiekisten. En waardoor dus iedereen eigenlijk ammunitie kan pakken. En ja, je activeert een x-aantal dingetjes. Het ligt eraan per objective wat het doel is. Welke klassen zijn er nog meer? Engineer in ieder geval. Dat heb ik net uitgelegd. Je hebt Marksman. Dan kan je dus undetected kan je gaan killen. Je hebt ook Tactician. Dat betekent dat je bij bepaalde modi order tot chaos kan brengen. Je kan spawn points unlocken. Je kan enemies spotten. En je kan de defense supporten. Het leukst vind ik eigenlijk, dat is de medic. Ja, de ik medic. Bedoel, ik ben een fan van medics. In Battlefield Bad Company 2 doe ik, ja. Ren ik als een gek rond met mijn medic pakketjes. Hoe werkt het hier? Nou, hier werkt eigenlijk gewoon hetzelfde. Je vrienden die gaan down. Jij rent er naartoe. Je schiet met een soort van helende pistooltje erop. Lijkt het ook een beetje op Mac, zo te ja, horen. Ja, eigenlijk wel. En dan krijg je daar ook zo belachelijk veel punten voor, net als een Mac en een Battlefield? Ja, je krijgt er wel punten voor, ja. Hebben we alle klassen gehad dan? Nee, want je hebt er nog eentje en dat is infiltrator. En wat doet een infiltrator precies? Ja, die heeft stamina en die is gewoon extra snel. Die is gewoon sneller dan de rest. Dus volgens mij is het een soort dude die behind enemy lines. Ja. Wat doet die? Dingen onschadelijk maken? Ja, dingen kan onschadelijk maken. Een beetje rondjes rennen. Ja, Modern Warfare 2 gaat snel. Ja. Maar dit lijkt ook wel heel snel te gaan. Je wordt echt pam, bam, kogel en dood. Ja, klopt. En ook het gevoel dat je hebt, hè, als je loopt, dan krijg je echt dat... Dat is echt kill zo. Echt, die hele echt camera, helemaal misselijk los, van en die sfeer. En, ja, je gaat gewoon helemaal gewoon snel dood. Maar ik bedoel, dan ga je in het echt toch ook... Ja. Je rent gewoon niet op een AK af, helemaal vrolijk van om te omhelzen, of niet? Nee, dat is niet verstandig. Tip nummer 1, nooit op een AK afrennen. Hele dag gespeeld. Ja. Veel modus. Vertel even welke we allemaal gespeeld hebben. De eerste is geloof ik... Guerrilla Warfare. Guerrilla Warfare. Een soort team deathmatch. Ja. Gewoon met je team tegen het andere team. Pauw, pauw, pauw. Ja. Wat heb je nog meer? Je hebt ook nog eens Warzone. Warzone. Dat is verschillende modi's. Allemaal bij elkaar. Dus, dat is echt chaos. Ja. Het is Search and Destroy. Team deathmatch. Een soort van veroverde vlag. Zones. Nou, je kan het gek niet bedenken. Wat zit erin. Het leuke is, je bent gewoon in een map bezig. Gaat knallen. In één keer bam. Verandert de spelmode en je bent in dezelfde map, blijf je. Met dezelfde mensen. Het gaat gewoon door hetzelfde team, dezelfde wedstrijd. Ik vind het leuk, heel afwisselend. Ja, leuk. Vind ik ook. Capture and hold. Capture strategic areas and defend them against attack. Hold out as long as you can. Hebben we dan alle modes gehad? Volgens mij niet, want ik vergeet er eentje en dat vind ik persoonlijk de leukste. Operations. Operations, ja. Dat is gewoon headquarters. Ja, dat is gewoon een soort van headquarters. Leg even uit voor de noobs, de allergrootste noobs. Wat dat precies is. Nou, je rent gewoon naar een bepaald punt. Daar heb je een objective, die activeer je en daar krijg je punt voor. That's it. Elke shooter heeft het momenteel een leveling systeem. Volgens mij is de Killzone niet echt anders, nee, hè? Nee, is niet anders. Precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Op een gegeven moment, per perk, per klas dat je speelt, kan je dingen vrij spelen. Zoals extra max, extra snel rennen, dat soort dingen. Het zijn eigenlijk ook gewoon perks, hè, wat je hebt op een gegeven moment. Tuurlijk, het is gewoon exact hetzelfde. Je kan net wat harder rennen, je krijgt net een extra magazine, dat soort dingen. Ik vind het toch wel lekker hoor, direct als je een kill krijgt, dat je punten krijgt. Ik hou ervan. Ja. Dan weet je tenminste dat je hem hebt geraakt. Ja, dan weet je in ieder geval dat je hem hebt geraakt door de kop. Wat ik extreem leuk vond, is in die grote max. Ja. Dat vind ik echt fantastisch. Rondlopen, ja, dan kruip je dus in zijn stoeltje en dan... Zo'n aliensapparaat. Heen en weer, ja, en dan druk je op X en dan kruis je en dan gaat hij omhoog. En dat schieten met raketten, met R2. Ja. En ik vind dat machtig. En
vergeet de jetpacks niet, hè? De jetpacks? Wat anders. Holy shit, jetpacks zijn echt heel vet. Halo 3 heeft jetpack, maar ja. Ik vind het in Killzone eigenlijk nog wel iets leuker. Ja, het is wel vetter. Omdat je ook echt dat gevoel krijgt als je opstijgt. Dan gaat echt zo die camera zo lekker mee. Het is veel intenser. De camera shaked hem als een gek blur. Killzone 3 is natuurlijk Holland trots. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. We hebben Black Ops, we hebben Halo Reach, we hebben Medal of Honor. Denk jij dat we tegen die games kan opboksen? Ja, natuurlijk. Het is gewoon Hollands trots, toch? Viva Hollandia, zoals het Jan het noemt. Ah, kom op, man. Kijk even achter je. Kijk naar die sfeer. Ik bedoel, het is gewoon op en top Killzone. En Killzone werkt gewoon. Nou, je hoort het. Marcella zegt het. De multiplayer van Killzone 3 wordt in ieder geval rete vet. Stiekem ben ik wat meer benieuwd naar de singleplayer. Maar daar gaan we later vast wel wat over vertellen. We gaan nu in ieder geval lekker multiplayeren. Want ik heb er eigenlijk wel stiekem weer een beetje zin in gekregen.